Het leuke van mijn werk is dat je van begin tot eind betrokken bent bij een project in juridische zin. Het opstarten van een project, contractbeoordelingen, maar ook gedurende het project het bewaken van het contract en de afsluiting van een werk. Wij houden ons bezig met de verzekeringen, zorgen dat alles verzekerd is, maar ook de schadekwesties, daarna een stukje aanbesteding en selecties. De offertetrajecten aan de voorkant begeleiden wij. En daarnaast natuurlijk de algemene juridische zaken, alsmede de conflicten die er ontstaan. Ik loop stage bij de afdeling Raadkamer. Daar worden raadkamerzaken behandeld. Het leukste daarvan is dat het ongeveer een beetje jouw zaak wordt. Het sluit echt heel goed aan op wat we hiervoor al hebben gekregen en waar we in het vierde jaar dieper op ingaan. Een juridisch loket geeft gratis advies aan elke burger die daarom vraagt. Het sluit zeker heel goed aan bij de Marner, omdat je natuurlijk bij de Marner en tijdens de opleiding veel te maken krijgt met casussen op papier, maar ook met acteurs bijvoorbeeld, met wie je adviesgesprekken voert. En tijdens een stage hier is dat echt heel erg praktisch. Je krijgt te maken met echte mensen en echte casussen. Nou, mijn taak is vooral de klanten die Stichting Achmea Rijks wijst om bellen, om die te woord te staan, telefonisch voornamelijk. En dan een juridisch advies te geven waarmee ze echt iets verder iets kunnen doen. En in andere gevallen om een dossier door te sturen naar een collega die het eventueel verder kan behandelen indien dat nodig is. Vooral de praktijkervaring die ik heb opgedaan tijdens mijn opleiding, die ik hier uiteindelijk dus weer echt in de praktijk heb kunnen brengen. Ik vond de vakken heel erg interessant die ik heb gekregen. En vooral bij de minor juridisch advies, de inhoudelijke vakken, die spraken me heel erg aan. Vooral omdat ik nu als ik aan de telefoon zit met klanten ook daadwerkelijk die theorie in de praktijk kan brengen. Ik ben gaan werken bij een advocatenkantoor en daar ben ik afgestudeerd op het gebied van internationaal sociaal zekerheidsrecht. In de minor heb ik met name geleerd om te debatteren, om mijn stellingen goed over te brengen, juridisch schrijven, pleiten, dat soort zaken. Ik ben medewerker organisatie tuchtzaken bij de KNVB. Wat mijn dagelijkse werk is, is het afhandelen van alle tuchtzaken waar we mee te maken hebben. Ja, gewoon de diversiteit, de verschillende dingen die je tijdens de opleiding krijgt. En het vele recht wat aan bod komt, maar ook de afwisseling met bijvoorbeeld communicatie of het betogen of het onderhandelen. Dat vond ik heel erg leuk. Ik doe onderzoek naar naar nieuwe wet die onlangs is ingevoerd, de IGZ, de Inspectie voor de Gezondheidszorg. En ik ben aan het onderzoeken wat dat betekent voor het ziekenhuis. Tijdens mijn studie heb ik geleerd hoe je goed onderzoek kan doen. Je leert bijvoorbeeld hoe je de wet moet interpreteren, jurisprudentieonderzoek, literatuuronderzoek. En dat heb ik goed kunnen gebruiken voor mijn onderzoek hier in het ziekenhuis. Op mijn studie hadden we bestuursrecht. En dat beviel me erg goed. En vandaar dat ik ook bij de gemeente terecht ben gekomen. Ja, het sluit heel goed aan bij de studie. We hebben op de juridische hogeschool het vak vergunningverlening. En dat is de theorie wat hier wordt toegepast. Het leuke hier vind ik dat je veel vrijheid krijgt en veel initiatief kan tonen. Ik ben werkzaam als ambtenarenrechtjurist en arbeidsrechtjurist. Ik heb heel veel gehad aan het privaatrechtgedeelte en bestuursrechtgedeelte. Deze twee vakgebieden die kom ik nu nog dagelijks in mijn werk tegen. Maar vooral de praktijkvakken, zoals onderhandelen, presenteren, helder schrijven. Dat zijn echt vakken waar ik dagelijks in mijn werk mee te maken heb. En daarnaast ook de stages, waardoor je kunt proeven eigenlijk aan hoe dat een toekomstige baan eruit zou kunnen zien.